kregen de vraag van de dienst: hoe maken we onze meerwaarde in de communicatie zichtbaar? Ons antwoord hierop was dat we communicatierichtlijnen ontwikkelen, zowel in tekst als visueel, die we vandaag tijdens de Metamorfosedag implementeren. De aanleiding van dit project waren de decentralisaties. Die decentralisaties hebben een verschuiving van het contact met zich meegebracht, vooral naar de gebiedsteams toe, als het gaat om de WMO en jeugdwet. Het bracht ook een uitbreiding van ons takenpakket met zich mee. En dat alles vroeg om een nieuwe positionering van de dienst. En we hebben een SIR gevraagd om ons te helpen om die verandering in positionering zichtbaar te maken naar de klantgroepen. Het resultaat van deze aanpak is dat we met elkaar een corporate story ontwikkeld hebben en nieuwe richtlijnen voor een visuele stijl. Dus we hebben met elkaar het verhaal van de dienst geschreven. Wat doen wij en waarom doen wij dat? En daar ook een nieuwe huisstijl bij ontwikkeld die dat ook uitstraalt. Dus een nieuw logo en dat uitwerken in alle communicatiemiddelen. En in die nieuwe huisstijl is eigenlijk een vervolg geworden op de huisstijl die we al hadden. Daarmee willen we laten zien dat we aan het veranderen zijn, maar niet dat we compleet helemaal vernieuwd zijn. Maar we zijn gewoon in ontwikkeling en dat proberen we te laten zien met die nieuwe stijl. Eerste stap van het ophalen van de wensen van de medewerkers. Dus welke middelen willen zij graag veranderd zien in een nieuwe stijl? Uit deze wensenlijst hebben we een selectie gemaakt van zo'n 40 middelen die we vandaag tijdens de Metamorfosedag met een team van tekstschrijvers en ontwerpers omzetten in de nieuwe stijl, zowel in tekst als visueel. Onze organisatie is in verandering en het mooie van deze aanpak is dat ieder daarin zijn eigen rol heeft en dat collega's zich gaan gedragen als eigenaar van wat ze aanleveren. En zoals je kunt zien hebben de meeste teams hun eigen middelen aangepast en kunnen we spreken over een heel mooi resultaat.